Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook, Flatlander Performance, Van Dijnen onderdelen voor uw bedrijfsauto, Peters Autosport en Hogetex.com, meet- en machinegereedschappen. Dit is ronde nummer 5 van het Euro VK Nederlands Kampioenschap Autocross. Dag dames en heren, welkom vanuit Genderingen. We zijn in de provincie Gelderland, vlakbij de Duitse grens. Het is de voorlaatste wedstrijd van het seizoen, maar in één van de 7 klassen kan de beslissing al gaan vallen vandaag. Op deze uitdagende 615 meter lange kleibaan. Een track die overigens wat weg heeft van die van Pieter Zijl, mede door de ruime chicane en de keiharde ondergrond. De vaste deelnemers aan het kampioenschap kennen dit soort baantjes. Zij gaan zich niet meer laten verrassen. En ondanks dat we bijna aan het slot zitten van het seizoen, stonden er in Genderingen gewoon nog 200 deelnemers aan de start. Het kampioenschap leeft. De vraag is, wie wordt er vandaag al kampioen in Genderingen? We beginnen met de keverklasse. De mannen staan er klaar voor. 20 auto's totaal aan de start. Dus een kans op de finale waar de 15 beste doorgaan naar de 3 kwalificatierondes die overdag worden verreden is groot. En dat is voor alle mannen goed nieuws. Voor een wedstrijd in Toldijk waren er namelijk een aantal toppers die niet de finale haalden vanwege motorschade. Een van die mannen is Jeroen Heijnhuis. Het is zijn derde seizoen in de keverklas. Ook hij had motorproblemen in Toldijk, maar is er weer bij in Genderingen. Op jacht naar een plek in de finale. Het mooie vind ik aan de keverklas is dat carburateurtje, 40 mm, 1600 erachter. De auto's van het hele veld is nagenoeg allemaal voor iedereen hetzelfde. Je hebt je standaard bodemplaat, draagarmen. Dus het komt, ik vind in deze klas het meest op de coureur aan en dat is voor mij de uitdaging. Wij hebben het verschil laatste jaar gemaakt in de aanpassingen in de draagarmen, schokbrekers vooral. We zijn overgestapt naar de eigen schokbrekers. Valt bij mijn rijstijl, bevallen die goed. Maar ook dat is weer voor de coureur natuurlijk, elke coureur verschillend. Dus dat is eigenlijk waar wij hopen het meeste verschil te maken. We gaan u meenemen naar de eerste finale in Genderingen met Jeroen Heijnhuis. 9e na 3 manches. We vinden hem terug op de tweede startrij vooraan. Rick Basman, Marco Rama, Pedro Kokkelaar, Ivo Gaalik op tweede auto van rechts. Leider het kampioenschap in het wit en Niels Smal. Het hele seizoen al zeer snel tijdens het NK. Wie pakt de winst in Genderingen? We zijn los voor 10 rondjes met een superstart. Tweede auto van rechts, Ivo Galekop. Leiding in het kampioenschap neemt hij mee. Niels Smal, Marco Rabekop naar voren. Kokkelaren in het volledig groen krijgt daar een tikje in het midden van de beeld. Gaat helemaal naar links. Daar zit Kokkelaren met startnummer 427. Komt dan in aanraking met Jasper Pauw. En wie zit daar ook bij? Vanaf de tweede startrij vertrokken. Dat is Jeroen Heijnhuis. En dan is het al een rondje nummer 1 klaar voor de snelle man vooraan. Galekop. Rabe in gevecht daar met Rick Pasman en Niels Smal op positie nummer 4. En Kokkelaar hier in het groen komt er dan eigenlijk niet aan te pas. Dat is de keverklasse. De ene wedstrijd zit je van voren, de andere wedstrijd klok je in het middenveld. Wat gebeurt er vooraan? Ja, daar zien we vooral een duel om de tweede plaats. Hier komt de aanval van Rick Pasman. Dat gebeurt in rondje nummer 5 van de wedstrijd. Binnenkant heeft hij meer snelheid op Rabe, die links aan de buitenkant zit. Ja, hier pakt hij hem. Oh nee, Rabe heeft de snelheid uitkomen van de bocht richting de chicaan. Wie heeft er langs adem? Dat is Marco Rabe. Pasman zit er dan nog achter. En Niels Smal blijft op positie nummer 4. Daar aan de binnenkant. Slim, slim, slim. Wat Pasman hier doet, dat is gedurfd, het is gewaagd. Op snelheid er voorbij? Nee, dan zit Rabe er nog voor. Ja, vooraan denkt Galekop. Knok eens lekker uit met z'n tweeën. Ik loop al weg. En Smal op positie nummer 4, ziet u het? Die kruipt dan dichterbij. Daarachter zit een grote gat. Mooie aanval van Pasman. Nu is het gelukt. En Rabe moet oppassen. Want Smal dringt aan. Die heeft trouwens vlak voor de finale voor een hele andere band gekozen. De Velima WMS. Hele dag niet opgereden. Kijk eens wat er gebeurt in rondje nummer 6. Aan de binnenkant. Daar komt de aanval van Niels Smal. En die gaat hier doorschuiven naar positie nummer 3 in de wedstrijd. Rabe in 2 rondjes tijd 2 posities verloren. Kijk eens wat Rick Pasman doet in de slotfase van de wedstrijd. Die zegt achteraf, ik had net niet de grip om er voorbij te komen. Maar hij komt heel dichtbij. Ivo Galekop, die na 10 rondjes wordt afgevlacht als winnaar in Genderingen. Pasman komt 18e tekort. In de manches ging het goed. Het liep lekker. En het was een gegeven moment de weersomstandigheden. Dat wisselde eventjes. Dus ze kregen toch weer het bandenverhaal. Dat blijft een kriem, zeg maar. En uiteindelijk ook voor de finale eventjes mijn team de banden schoongespoten. Dan ben ik met de oude banden naar de voorstad gereden. Dus met de finale stond ik op schone banden. En het resteerde gewoon een topstart. Gewoon een goede start, dat pakte meteen. En
Dan heb je al lekker begin te pakken. De beslissing bij de keverklasse valt tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen. Gadekop heeft de beste papieren. Dan de tourwagens. Ja, waar kan in Gendringen al de beslissing gaan vallen in het kampioenschap? Hoofdrolspeler, veel ervaring, een superauto, de naam Tom van Leeuwen. Hier met de rode Mitsubishi. Kampioen in 2011, 2012, 2013 en 2016. De auto heeft al problemen. Gaan wij vast problemen in de manches? Eens kijken of hij het af kan maken in de finale. Vijfvoudig kampioen. Is hij ermee bezig? Ja, natuurlijk. Het spookt die achterhoofd dat je vandaag kampioen kan worden. Maar het zit nog niet helemaal mee in de eerste manche. In de tweede manche ging het redelijk. Net weer geregend, dus een boel onzekerheden nog. Maar het kan gebeuren. Waar staat Ton van Leeuwen op de startgrid voor de finale? Zoek, zoek. Nee, niet eerste startrij. Daar staan Bredeland, Kools, Aert, Dame, heel sterk gereden in de manches. En Jarno Nix. Van Leeuwen op de tweede startrij. En naast hem op die tweede startrij in het geel, tweede auto van links achter in uw beeld, is Erik van der Valk. Dat is een grote concurrent in de strijd om de titel. Oh, dit kan een interessante finale worden. Van Leeuwen is snel weg. En dat geldt ook voor Kees Dame. Die probeert het in het blauw. En Seppe Aert denkt, hopla, daar ga ik. Van Leeuwen, voorlopig op positie nummer 3. Achter in de beeld gaat Ronnie Vetketel in de ronde. Neemt al één auto mee. En Richard Kools is dan al weg met een kapotte zuiger aan zijn Ford. En dat is het begin van een slijtageslag in Gendringen. Van Leeuwen in het rood voor Sepp Aerts. Van Leeuwen leidt. Bredeland nu naar positie nummer 3. Dame naar 4. En waar zit Erik van der Valk? De concurrent in de strijd om de titel. Die zit dan nog in het middenveld. Van Leeuwen en Dame knokken terwijl Aerts wegvalt met technische problemen. Kees Dame, jongen, jongen, wat doe je het goed. Derde al in Rosmalen. Ga je op weg naar de winst? Maar Van Leeuwen had al in de manches problemen met de auto en krijgt halverwege de wedstrijd problemen met de voorwielaandrijving. Hij gaat het lastig krijgen. Dame dan naar positie nummer 3. Bredeland komt naar voren, vecht met Van Leeuwen. Maar Van Leeuwen heeft het niet en Van Leeuwen gaat zitten kijken. Waar zit Erik van der Valk? Die komt in de slotfase nog naar voren hoor. Bredeland hier voorbij Van Leeuwen. Dame valt dan helemaal weg uit dat gevecht. En dan wordt het rekenen. Waar komt Erik van der Valk terecht? Bredeland gaat hier op weg naar de dagprijs. Van Leeuwen wordt zesde. Van der Valk wordt nog tweede. Maar wie is er dan kampioen? Is het beslist? Reken, reken, reken. Jazeker, Van Leeuwen is de champ. Ja, ik kreeg aandrijfproblemen. En zeg maar, de andere was vlogen om mijn oren. En aan het begin één andere was en toen nog eentje. En op het laatst reek erg mank in de ronde. Dus iedereen schoot voorbij. En ik dacht, oké, dit is bekeken. Zo heb ik niet genoeg punten, dus het zal op de laatste race moeten gebeuren. En ik kwam dus ook niet in vreugde de rennerskwartier in. Dus ik denk, ja, volgens mij is Van der Valk ver voor me. Dus ik denk dat het nog niet gebeurd is. Maar het was een beetje rumoerig, toen kwam ik aan. En dus er werd helemaal gediscussieerd en er werd geteld. En de een zei wel, de ander zei niet. En, toen werd het officieel omgeroepen en toen waren we. Dus dat is een beetje rommelig, maar leuk. We hebben hem. Van Leeuwen dus, weer kampioen met de tourwagens. Dat verhaal van de superklasse in Gendringen. En dat is een bijzonder verhaal. Regerend kampioen Jeremy Knapp ontbreekt weer in de finale. We gaan dus echt een nieuwe kampioen krijgen dit jaar in de superklasse. Maar wie wordt het? Het gaat niet gebeuren in Gendringen. Peter Versluis stond er goed voor in het klassement. In Tolwijk nog derde, maar ook hij niet aan de start in de finale in Gendringen. Echt een seizoen met ups en downs voor de scheepsbouwer. Ook bij Lars Goossens met start nummer 2 is het tot nu toe geen optimaal seizoen. Hij won in Rosmalen, maar wil meer. Nou, we begonnen vol goede moed in Pieterzijl. Daar ging het eigenlijk heel de dag al niet naar het zin. Tweede NK hadden we weer heel veel bakproblemen en motorproblemen ook. Dus de eerste twee NK's waren niet goed verlopen. En daar had ik eigenlijk al een beetje afscheid genomen van dit seizoen. Maar de wedstrijden daarna gingen eigenlijk op en top. De auto is nog niet betrouwbaar, maar die twee wedstrijden deden het uitmuntend. En ik hoopte dat een beetje door te zetten dit seizoen. Maar vandaag wat probleempjes. De eerste manche, aandrijf was naar voren kapot. En nu hebben we ook de sper kapot. En die gaan we zo na de derde manche proberen te maken. Omdat we daar nou gewoon te weinig tijd voor hebben. Lars Goossens zien we terug in de finale. Hij wint namelijk de tweede en de derde manche in Gendringen. En dan komt het moment dat de mannen, de monteurs, aan de slag mogen om in een moordend tempo de bak te demonteren en het diff te gaan vervangen. Het is bijna een herhaling van de beelden vanuit Toldijk, waar ook echt in een bizar tempo de bak gerepareerd werd. Goossens uiteindelijk gewoon in de finale, daar werd hij nog tweede.
En dit is ook autocross, hè. Nooit opgeven, altijd hard werken, erin geloven, ervoor gaan en vooral respect voor de monteurs. Zij zijn de mannen die anoniem, keihard gewerkt, gozens aan de start brengen van de finale. Hij vertrekt vanaf de eerste startrij, tweede auto van rechts voor u thuis in beeld. Naast hem op de eerste startrij helemaal rechts in het witte relais van de koele Willem Snijder in het midden. Dat is de man die tweede werd toen we hier voor de laatste maal waren. Dat is alweer 3 jaar geleden in Gendringen. De eerste startrij wordt compleet gemaakt door Johan de Jong, het beste in de manches. En Dennis Kuipers die wil punten pakken voor de titelstrijd. Het liefst een overwinning. Johan de Jong opent. En pakt hij dan de leiding in bocht nummer 1? Nee, aan de buitenkant in het blauw-wit is het Lars Goossens. Even later, Goossens weer terug naar positie nummer 2. En Johan de Jong, over sensatie gesproken, hij leidt. Positie nummer 3 met nummer 22 in het wit is het René van der Koele. Even contact daar met Willem Snijder. Altijd snel in Gendringen aan de binnenkant. Ja, eerste gedeelte van de finale is absoluut duel om positie 3 en 4. Gaaf om te volgen. Buiten beeld komt dan één man naar voren. Hij is helemaal achteraan begonnen. Tim ten Dolle. Niet een heel supersterk seizoen tot nu toe. Een podiumresultaat kan alle pech eerder dit jaar een beetje wegpoetsen. Ten Dolle komt naar voren. Bart-Jan Blauw links in beeld met start nummer 3. De leider in het kampioenschap komt terecht op positie nummer 6. Maar wie wint er dan? Johan de Jong 17e op Goossens. En het is ten Dolle uiteindelijk zelfs nog 4e vlak achter Willem Snijder. Ik was blij met mijn tweede plek, maar hij maakte een fout. En ik was er als de kippen bij en daar kon ik van profiteren. Daardoor kwam ik op plek 1 te liggen en kan ik mijn ideale lijn blijven rijden. En die heb ik foutloos kunnen rijden, iedere ronde weer. En dat was mijn sterke punt van deze dag. En Goossens kwam wel dichtbij, die heb ik wel in mijn achterhoede gehoord, zeg maar. Maar ja, erover komen is 2. 5 verschillende winnaars tot nu toe tijdens de wedstrijden van het NK. Dat belooft wat in de superklasse voor de finale in Hoogkerk. Dan gaan we naar de sprint 2 liter klasse en daar is de spanning om te snijden. Slechts een paar punten verschil zijn de mannen in de top 4 van elkaar verwijderd in de tussenstand van het kampioenschap. Met 32 punten voor de winnaar en ook nog eens 5 punten voor de pole position kan het klassement hier in Gendringen compleet overhoop gehaald worden. Chris Wagenaar met startnummer 101 vertrekt als tweede van links, de regerend kampioen. Hij komt als beste uit de manches en pakt alvast 5 bonuspunten. Verder op de eerste startrij verrassend Bastiaan Hogeboom, Mark Jacobs, Huub Jansen en Leonard van der Ven. Wie we missen in de finale is Mervin Klaassen. Problemen met de auto, hij haalt de finale niet. Oh, opening is er voor Chris Wagenaar. Won hier al 3 jaar geleden in Gendringen. Weet dat hij hier kan toeslaan in de strijd om de titel. Voorafgaand aan deze finale, stand in het kampioenschap. Huub Jansen aan de lijn, 109 punten. Mark Jacobs 107, Chris Wagenaar 101. Jacobs zien we niet in deze finale. Hij wordt 5e, die laat punten liggen. En waar zit Huub Jansen? Rechts in beeld. Oh jongens, in aanraking hier. Dit is een gevecht hoor. Met Bastiaan Hogeboom werd dit seizoen al 3e in Gersloot. Jansen gaat dan in de slotfase nog knokken met, komt hij aan hoor, Moos Kroon om de 3e plaats. Wagenaar op weg naar de winst met een grote voorsprong op Hogeboom. Dat betekent dat Wagenaar nu aan de leiding komt in het kampioenschap. Ex-Eco met Huub Jansen, die het duel met Moos Kroon net wint. Hij wordt 3e. Beide mannen hebben 5 punten voorsprong op Mark Jacobs, die nu 3e staat. Oh, het wordt spannend. Ja, ik denk dat het kampioenschap een beetje tussen 3 man gaat. Tussen Huub, Mark en mij. Huub Jansen, Mark Jacobs en mij, zeg maar. En hoe dat precies staat, weet ik niet. Maar ja, het zijn gewoon snelle jongens en aan elkaar gewaagd. En het is net hoe de dag loopt. Maar ik begreep wel een beetje dat ik het wat meer in eigen hand had als vorig jaar. Dus is naar de cross toe een stuk makkelijker. Maar tot je erin zit, dan is het niet zo makkelijk. Straks na de onderbreking de andere 3 klassen. De finales in Gendringen. Oh jongens, er gaat heel veel gebeuren. Blijf op 7. Heel graag. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook, Flatlander Performance, Van Dijnen onderdelen voor uw bedrijfsauto, Peters Autosport en Hogetex.com, meet- en machinegereedschappen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook, Van Dijnen onderdelen voor uw bedrijfsauto, optie1groep.nl, Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering en Ton van Leeuwen Customs. Welkom terug bij het Euro VK Nederlands Kampioenschap Autocross. U bent terug in Gendringen. Nog 3 finales heeft u van ons te goed.
We beginnen met de uiterst competitieve Sprint 1600 klasse. Maar liefst 31 inschrijvingen voor deze voorlaatste wedstrijd van het seizoen. Leider in de titelstrijd is Danny Lauf. En waar zit dan regerend kampioen Rens van der Haas? Voorlopig zit hij op P3 in de titelstrijd met 1 overwinning dit jaar. Het is een competitief veld met dit jaar echt een aantal verrassingen. 2 NK-zegers zijn er dit jaar al voor de Nijkerker Jimmy Hop. En die won mede dankzij het monteren van deels opgesneden, daar komt hij, winterbanden. Een trucje waar hij blijkbaar echt herenmeester in blijkt te zijn, want velen hebben het geprobeerd, maar durven het uiteindelijk niet aan. Maar waarom is juist Jimmy Hop er dan zo succesvol mee? Nou, ook een stukje budget. Ik kom uit de juniorklasse en daar reden we eigenlijk ook altijd al met winterbanden. En ik denk, ja, waarom zou het niet met de sprinter kunnen? Kijk, en daar was het verplicht dan. En ik denk, ik ga gewoon eens proberen in de sprinter. En de eerste keer dat ik ermee rijden, ging meteen heel goed eigenlijk. En misschien komt het ook omdat ik wil dat het goed gaat. Maar dat zou kunnen. Maar het gaat, ja, tot nu toe echt super met die winterbanden, ja. Ja, super met de winterbanden, maar niet in Genderingen. Hij heeft er echt geen profijt van. Hij haalt de finale wel, maar Hop staat voorlopig op de achterste rij. Vooraan gaan wij ons concentreren op de strijd voor de titel met Rens van der Haas, regerend kampioen, tweede auto van rechts. Best in de manches is ook Rens van der Haas. Hij vertrekt hier voor de finale met maar 1 missie. En dat is winnen. Maar dat wil Danny Love ook. Die begint aan de binnenkant. Die won in Rosmalen. Hij is misschien wel de grootste concurrent van der Haas in de strijd om de titel. Het wordt een finale in Genderingen waar veel gebeurt. Oh jongens, goede start van Rens van der Haas. En daar is een mega koprol van Han Kolen. En we hebben meteen code rood. Kolen meteen uit de auto ongedierd. Dat is het belangrijkste, maar... Iedereen en anders staat op scherp in Genderingen. Hier nogmaals in de herhaling. Let u goed op in het midden van de beeld. Daar begint hij al te schuiven. Ja, dan ben je een Pac-Man. Dan komt alles en iedereen eraan. En dan loopt het relatief gezien nog goed af. Kolen heeft wat schade, maar de rest kan er makkelijk omheen. De herstart gaan we beleven met Rens van der Haas. Die pakt meteen weer de leiding. En daar is klap nummer 2 voor kraanmachinist Mark van Lier op. Ja, die ziet ze wel vaker vliegen. Maar dit is zonde. Hey, en in de achtergrond staat dan stil de auto van Kevin Unk. Die trouwens waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd heeft gereden. Hij heeft zijn Hayabusa sprinter te koop staan. Ondertussen vecht Rens van Haas een duel uit om de overwinning met Gert Robben. Ja, we zitten vlak bij de Duitse grens. Robben wil wel toeslaan. En op dit moment, ja, van der Haas, ja. Je kan er wat over zeggen. Robben is echt woest na afloop. Laat het aan alles en iedereen merken. Van der Haas denkt aan het kampioenschap. Hij wint. Robben laat het nog even heel duidelijk merken. Omdat grote concurrent Danny Lauf uitvalt. Van der Haas nu aan de leiding voor Lauf en voor Hop in de titelstrijd. Ik had 2 keer eigenlijk de kopstart. We hadden 2 herstarts. En de derde keer zat hij er eigenlijk langs. En het ging dus maar eerder op de rem om het zeker of het onzeker te nemen. En het was gewoon jagen achter me aan. En ik was in de chicane en bocht daarna was ik gewoon een stuk sneller. Een terechtstuk op zat ik eigenlijk al gewoon helemaal langs. Ik stuurde in en ja, hij stuurde langs mij ook nog in en hij raakte me op mijn achterwiel nog. Dan gaan we naar de divisie V. Tot nu toe 4 wedstrijden gehad in het kampioenschap. 4 verschillende winnaars, dat beloof had. En met 34 deelnemers is het ook nu weer een van de grootste klassen van het Euro-WK Nederlands kampioenschap autocross. Een van de kanshebbers op de titel is Sander Stevens met de Toyota Celica. Dat had hij aan het begin van het seizoen niet gedacht. Ja, begin van het jaar is hij wel een paar keer kapot gegaan. Dat ik dacht van, wat gaan we hier aan doen? Ja, en dat is nu eigenlijk verholpen. Door een middeltje wat we zelf hebben samen met iemand anders bedacht. Waar staat Sander Stevens als we mee gaan nemen naar de finale? De startgrid met Stevens op de tweede startrij vanaf positie nummer 7. Daar vinden we ook de leider in het kampioenschap, Govert ter Berg. Eerste startrij met zijn broer Wouter in het rood. Mark Jager, Kevin van Beek, Ronnie van Langveld, tweede auto van rechts. Won de vorige wedstrijd en Peter Haagsma. Dat zijn wel de mannen die vooraan meedoen in de strijd om de titel van Langveld en Haagsma. Kunnen hier de leiding over gaan nemen als ter Berg niet toeslaat? Dan hebben we het over Govert ter Berg. Start van de finale. Goede start in het midden van de beeld van Mark Jager. Ja, die wil wel. Neemt dan mee Kevin van Beek in het geel. Aan de buitenkant probeert Peter Haagsma. Maar let u dan goed op aan de binnenkant rechts achterin. Hopla, daar gaat leider in de titelstrijd. Govert ter Berg komt in de problemen, verliest tijd. Kevin van Beek in het geel valt hier weg met een lekke band. Ontwoord bij Sander Stevens. Ligt in de openingsfase 5e. Vooraan is het Van Langveld. Gevolgd door Jager. Aan de buitenkant hier positie nummer 3. Peter Haagsma. Met rood probeert Wouter ter Berg de aanval in te zetten. En Sander Stevens zit voorlopig op positie nummer 5. Maar wil meer en zet hier de aanval in op Wouter ter Berg.
Peter Haagsma is al weg uit het groepje. Hij ligt nu stevig op positie nummer 2, want Mark Jager is uitgevallen met problemen. En dus Van Langveld nu aan de leiding. Waar zit de leider in de titelstrijd? Je moet gaan rekenen nu. Ja, dit is over Ter Berg. Die vecht met Arjan Kooistra. Kooistra bezig met een opmars, maar Ter Berg wordt hier slechts 9e. En dus weet Van Langveld dat hij hier met winst aan de leiding komt in het kampioenschap. Ter Berg door die 9e plaats nu 2e. Haagsma staat nu 2e in de titelstrijd. We hebben 3 kanshebbers op de titel. Zo lijkt het. Dit is in de slotfase het gevecht om positie 3 en 4. Gaaf om te volgen. Sander Stevens is opgeklommen naar P3, maar daar komt de aanval van Patrick de Hoop. Echt brutaal rijdend in Gendringen. Stevens kan voorlopig niet aanhaken. Moet iets gaan vinden in de slotfase om nog richting het podium te gaan. Probeert hij bij het uitkomen van de chicane. Beide mannen heel even met elkaar in aanraking. Het is de Hoop die de controle houdt. Stevens probeert alles op alles te zetten. Maar uiteindelijk is het de Hoop die derde wordt. Stevens wordt 4e. Gaaf gevecht. Maar de winst in Gendringen is voor Van Langveld 2e op rij. Uitslag is onder voorbehoud. Ja, het ging echt super lekker. Met de start had ik een beetje geluk dat die andere twee naar buiten gingen allebei. Kon het mooi binnen doorsteken. Ik denk, ja, nou, gas erop. Dan gaan we meenemen naar de laatste finale in Gendringen, de juniorklasse. Daar kan in theorie de beslissing vallen voor de snelle dame Romy Pijnenburg. Won dit seizoen al 2 wedstrijden op rij. Maar Pijnenburg doet het niet zo heel sterk tijdens de manches. Begint vanaf de 2e startrij en als je heel goed gaat rekenen, dan weet je eigenlijk al dat het kampioenschap hier niet beslist gaat worden. We krijgen dus in theorie 6 beslissingen in de titelstrijd tijdens de laatste koers van het seizoen in Hoogkerk. Hoe gaaf wil je het hebben? Maar wie wint hier de finale van de junioren in Gendringen? Wie gaat nog goede zaken doen in de strijd om de titel en vindt misschien de aansluiting bij Romy Pijnenburg? Die staat links in het beeld in groen. Ja, we kennen van haar die super start. Maar vanaf de 2e startrij is dat lastig. De beste start is nu voor Gijs Kovacs. Helemaal in het wit. Kovacs won de eerste wedstrijd van het seizoen, de finale in Pieterzijl. Daarna heeft hij heel veel problemen gehad met de auto. Nu komt hij sterk naar voren. Neemt meteen in de achtervolging Nick van Maudik, de man die het snelste was in de manches. Die zit nu op positie nummer 2. Onboord bij Lars van Kuringen. Daarvoor ziet u die andere groene auto van Romy Pijnenburg. Dan gaat deze man er vanaf. Dat is Louis Ripperda. We krijgen een herstart waarin Kovacs meteen de leiding neemt. Er wordt geschoven achter in het beeld. Onder andere met de 5.34. De auto van Dylan Gerrits. Die komt heel ongelukkig terecht, maar vecht zich in het 2e gedeelte van de wedstrijd nog mega goed naar voren. Vooraan Kovacs in het wit. Daar komt de aanval van Nick van Maudik. Gaat hij op weg naar zijn eerste NK-zegen? Ja, dat doet hij. Hij verslaat hier Kovacs. Kovacs wordt dan nog verslagen door Dylan Gerrits, die echt heel sterk opkwam in het 2e gedeelte van de wedstrijd. Devin Vlaar verliest dan in de slotfase nog alle kansen op de titel. Romy Pijnenburg wordt slechts 6e. Behoudt de leiding in het kampioenschap, maar door de overwinning van Nick van Maudik vindt hij de aansluiting en was blij met de herstart. Ja, de eerste start was wel wat minder. Ja, dan moet je naar voren te zien rijden. En ja, toen had ik al rood. En toen opnieuw, en toen zag ik wel net voor Gijs. Ja, en dan moet je doorgaan. En dan zit de rest achter je en die gaat je wel jagen. En jij moet wel vooruit gaan, want je wordt gejaagd. Dat is lastig soms. En het is me gelukt. Eindelijk eens. Tot zover ronde nummer 5 van het kampioenschap in Gendringen. De laatste wedstrijd van het seizoen wordt in Hoogkerk verreden op zaterdag 16 september. In 6 klassen moet de titelstrijd nog beslist worden. U kunt het live in Hoogkerk gaan bekijken of u ziet het terug hier op RTL 7 in een extra lang uitgebreid verslag. Graag tot dan! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook, optie1groep.nl, Postma Autosport, Strong in Competition Parts, Kuil, de bandenspecialist in Groningen, en Kamphuis, sloopwerken en asbestsanering.